Hallo Bas, er is één item vandaag. Vandaag begint de vlog. Ja jongens, zondag zitten we weer op. Ik heb even grotendeels alles gefixt nu. Gisteren even met de verzekering even alles gefixt nog. Ik heb een nieuwe laptop besteld, komt dat goed morgen binnen. Extern harde schijf besteld, komt dat goed ook morgen binnen. Dat. Ja. Gewoon even snel alles gefixt. Ook nog even gesport. Was al kort, maar goed. Moeten we even een beetje weer inkomen. En dat is even lekker om even weer te sporten. Dus we gaan nu weer even lekker terug. Morgen laten we even de auto maken bij de QuickFit. Komt als goed ook even die laptop dus binnen. Nog even één dansje maken. En dan vanavond ook gelijk lesgeven. Morgenavond ook gelijk lesgeven. Dus daar heb ik al zin in, jongens. Even mijn hoofd er even ergens anders. Gewoon even weer gelijk alles gefixt. Dus chill. Oké, mensen, strijders. Ik zie jullie morgen. The next morning. To learn, but I gotta wait my turn. Me, I'm about to earn. Either way, yo, okay, my daddy said I got it. Hey allemaal, ik dacht ik laat jullie even snel zien wat ik allemaal heb gekocht in Parijs. Ik heb 2 broeken gekocht, een t-shirt, schoenen, een koffiebeker met een schoteltje erbij en wat onderbroeken. Maar dat... we beginnen even met de eerste broek en dat is ook gelijk een broek die ik zelf niet had verwacht dat ik hem zou kopen. Er is zeg maar een merk wat in Parijs is begonnen en die, ik kwam eigenlijk zomaar een beetje op die winkel. Dus dit is de broek. Ik ga hem even aandoen. Juist, dus de eerste broek die ik heb gekocht en ook even laat zien is deze broek van Paradox. Dat is een merk uit Parijs, zoals je kan zien. En ja, je ziet eigenlijk dat het een hele lange broek is. Ik vind het altijd wel heel nice dat hij dan een beetje zo stekt op de schoen. En ik ben er gewoon heel blij mee. Het is gewoon een heel fluweel stofje ook. Je hebt ook een rits aan de onderkant. Dat je hem zomaar ook ietsjes kan openritsen, mocht je dat willen. En zoals je kan zien heb ik ook andere schoenen er weer aan. En over de schoenen gesproken, dat zijn deze. Zoals je kan zien zijn ze zijn van Acne Studios. Het zijn best wel, hoe zeg je dat, chunky schoenen. Dat betekent dat ze, zijn gewoon best groot. Daar gaat het een beetje om. En ik vind deze gewoon heel goed erbij passen. Ja. Zijn goede schoenen, Oké, heb ik nog een tweede broek die ik ook heb gekocht. Die ga ik jullie nu ook gelijk even laten zien. De tweede broek die ik heb gekocht, die is deze. En dat is een soort van parachutebroek eigenlijk. Van een beetje parachutestof zou je kunnen zeggen. En ik ben er heel erg blij mee. Hij is van Stussy. Ik heb hem ook gekocht in de Stussy winkel in Parijs. En ja, ik vind het zelf gewoon... heel nice dat hij een beetje lekker wijd zit. Maar dat je ook zeg maar met die koordjes hem kan vastmaken aan de onderkant. Ik had ook nog een t-shirt ook nog gekocht. Die zit alleen in de was nu. Maar dat t-shirt, dat is zeg maar dit t-shirt. Deze. Maar die zit dus in de was. Dus die kan ik even niet laten zien. Ja, dus dat. Oké, nou. Los daarvan heb ik ook nog een schoteltje gekocht. Met een koffiebeker van Stussy. En ook nog een... 3-pack van onderbroeken van Stussy, maar die ga ik niet laten zien. Oké, jongens, joep! Is het zo warm? Yikes!
Auw! Many unbearable hours later. Hey allemaal. Goedenavond. Zo. Oh. Het is vrijdag. Kwart voor negen. En als je mijn stem hoort, denk je echt, Bas, wat voor feestje heb jij gehad? Ik heb zeg maar maandag dus voor het eerst weer lesgeven. En 5 uur lang gewoon schreeuwen achter elkaar is niet zo best voor je stem. Dus het was maandag echt vreselijk. Woensdag was het nog erger. Gisteren was het dus ook best wel erg. En nu is het gewoon zo, zoals het nu is. Ja, je hoort het. Het is echt miserabel eigenlijk. Oh. Dus dat. Dus ik dacht, ik geef jullie even een update van hoe deze week mij aan het behandelen is. En dat eigenlijk. Good day. Wanna take it there. I scream, you scream, we can never play it fair. Thought you're on my team, don't you ever dare. Bitch me, cause you know I'm your favorite player. If you wanna, we can take it there. Mooie video. Wat is er? Mooie video, kijk, zwart. Oh, nice. Nee, niet zo